Door te hitsen in Brugge heb ik Zeebrugge ontdekt. Het is trouwens ook een van de enige kustgemeenten dat ik niet moet betalen om mijn wagen te parkeren. Je kunt hier eten, drinken, maar ik veronderstel als je naar Zeebrugge komt dat je wis eet. Het Zeepront bijvoorbeeld is de geschiedenis, je gaat daar de geschiedenis zien en ook horen soms van de kust en de zee. Het is interessant om dat een keer te weten. Als je komt naar de erfgoedwandeling, ziet je bijvoorbeeld het Visserskruis. Heb je ook de oude vismijn, heb de zitten van de oude vismijn. Heb je het cruisegebouw, prachtig nieuw gebouw. Prachtig, moet je het echt een keer doen. Zo. Naast de kerk had je het Duitse kerkhof in. 300 soldaten, Duitse soldaten, liggen daar begraven samen met enkele Engelsen.